Universiteit van Leipzig, Duitsland, 1879. Professor Wilhelm Wundt experimenteert met de menselijke zintuigen. Wundt verklaart dat de gedachten van de mens, zijn persoonlijkheid en gedrag, niets meer zijn dan chemische reacties in de hersenen. Wundt became frustrated with his inability to change behavior. Because he was dealing with the original, you know, psychology, that's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained. Not to be a thinker, but to be trained. Vanuit de hele wereld kwamen studenten bijeen om Wundt's nieuwe definitie van de mens als zieloos organisme te bestuderen. De tijdgeest werd door de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche samengevat. God is tot. God blijft tot. En wij hebben hem getötet. In navolging van Wundt's theorie voerde een Rus, Ivan Pavlov, experimenten op dieren uit om methodes voor gedragsaanpassing te vinden. Pavlov studied with Wilhelm Wundt in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with dogs, with electrodes and stimulus response, denying privileges, to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Pavlov's eerste menselijke proefpersonen waren kinderen. Hij boorde gaten in hun wangen om hun speeksel te verzamelen en te meten. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. Het idee dat gedrag door herhaaldelijke conditionering kon worden gecontroleerd, werd bekend als behaviorisme. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behaviorist is not interested in what's up in your head or your soul, because they don't believe there is a soul. De opvolger van Watson, Harvard-psycholoog B.F. Skinner, geloofde dat elk gedrag gemanipuleerd kon worden om aan de wensen van de gedragspsycholoog te voldoen. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes, and you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Zijn bekendste experiment was waarschijnlijk Skinner's box. He was designing the Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in it's controlled. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Skinner isoleerde zijn dochter bijna een jaar lang in een box, vergelijkbaar met de boxen die hij voor ratten bouwde. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage, because they firmly believe that children are animals. If you believe though that a child is a human being, you can't train him like a rat. Op dit moment wordt door het Amerikaanse National Institute of Mental Health jaarlijks ongeveer $40 miljoen aan belastinggeld voor psychologisch gedragsonderzoek uitgegeven. Sinds 1948 een totaal van $19 miljard voor alle research. Met deze fondsen passen psychiaters dezelfde conditioneringstechnieken toe, zoals ontwikkeld door Pavlov, Watson en Skinner. Bijvoorbeeld een jeugdgevangenis waar kinderen op batterijen worden aangesloten en in een procedure die aversietherapie wordt genoemd, schokken met piekwaarden van 270 volt krijgen. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode.
So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student to Judge Rottenberg from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. Andere technieken betreffen het toepassen van elektrische schokken om seksuele afwijkingen te behandelen. Het zenden van krachtige magnetische impulsen door de schedel om hersenactiviteit te onderbreken. En het sturen van hoge voltages door chirurgisch geïmplanteerde elektrodes om moeilijk gedrag te onderdrukken kosten tot $100,000 per patiënt. En terwijl deze wetenschap zonder ziel tot gedragsmodificerende technieken leidde die nog steeds miljarden voortbrengen voor onderzoek en behandelingen, werd ook de basis gelegd voor een andere psychiatrische beweging die de dood van miljoenen zou veroorzaken. Hallo. Ik hoop dat u met grote belangstelling naar dit filmpje heeft gekeken. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van vrouwenmishandeling en kwam zelf terecht in de psychiatrie. Deze film is opgenomen door het Nederlands Comité van de Rechten van de Mens, het NCRM. Zij zijn de Nederlandse afdeling van de Citizens Committee on Human Rights, het CCHR. Maar helaas is het zo dat mensen die contact opnemen met deze organisaties totaal geen reactie krijgen. Zo wordt daar door velen gevraagd om een advocaat die belangen behartigt. De waarheid is, deze advocaten zijn er niet. Bestaande advocaten krijgen hun volledige cliëntele toegewezen door psychiatrische instellingen. Zouden zij voor de patiënt opkomen en tegen de belangen van psychiatrische ziekenhuizen ingaan, zijn zij hun broodwinning kwijt. Het NCRM en CCHR doen hier niets aan. En dat is ook geen wonder, want het is opgericht door de Scientology Church. En dat is een op geld beluste organisatie. Ze willen alleen maar dat ik hen ga betalen. Maar dat kan ik niet en dat wil ik niet. Mede ook doordat ik nou niet echt fijne ervaringen met kerken heb. En ik ben nou niet bepaald christelijk. Daarom ben ik begonnen met het antipsychiatrisch initiatief. Ik heb geen religieuze, maar een politieke opvoeding gehad. De advocaten moeten worden wakker geschud om iets aan deze situatie te doen. Ik adviseer geïnteresseerden met klem om zich bij mijn organisatie aan te sluiten. Er moet extra studie worden verricht en onderzoek worden gedaan. Dat kost geld. Omdat ik ervaringsdeskundige ben in gewelddadige situaties en zelf daarna ben verzeild in de strikken van de psychiatrie, heb ik daar een situatie aan overgehouden waarin ik geen gebruik kan maken van een gewone bankrekening. Ik ben beroofd onder bedreiging van een pistool. Dader Ruud de Groot. Het geroofde bedrag wordt gewoon op mij verhaald in plaats van kwijtgescholden. Men wordt niet één keer, maar twee keer gepakt in Nederland. Dientengevolge kunt u nu alleen geld overmaken naar mijn Skrill-rekening of naar mijn PayPal-rekening. Ik kan hiervan mijn schuld afbetalen en belangrijker, ik kan studiekosten betalen en kosten voor te verrichten onderzoek. Natuurlijk kunt u mij ook spreken als u dat wilt. Meestal zal ik aanwezig zijn op psychicbitwine.com. Dan zoekt u mij op onder de naam Skilla. Of ga direct naar https://psychicbitwine.com/psychics/409644-skilla. En daar kunt u een gesprek met mij aanvragen. De eerste 3 minuten zijn geheel gratis. U kunt een gift storten via bankoverschrijving naar Skrill Limited, ING Bank Amsterdam Nederland, Financial Plaza, Bijlmerdreef 109, 1102 BW Amsterdam. IBAN-nummer is NL 71
INGB 00090701 82. BIC of SWIFT nummer is INGBNL2AXXX onder vermelding van Customer ID 258-34306. Of u stort een gift via PayPal. Ga dan naar https://www.paypal.me/MarisEternam. I now will repeat this message in English. Ik herhaal de boodschap even in het Engels. Hello, I hope you watch this film with great interest. I am an experienced expert in mistreatment of women, and as a result of that, I ended up myself in psychiatry. This film is being recorded by het Nederlands Comité van de Rechten van de Mens, the NCRM. They are the Dutch department of the Citizens Committee on Human Rights, the CCHR. But unfortunately, it is so that people who contact these organizations don't get a reaction at all. Many ask for a good lawyer that fights for their own interests. But the truth is, these lawyers do not exist. Existing lawyers receive all their clients by psychiatric institutes. If they would stand up for their patient and thereby move against the interests of the psychiatric hospitals, they will lose their income. NCRM and CCHR do absolutely nothing about this. And that's no wonder, because the founders of both organizations is the Scientology Church, and they just want your money. They just want me to start paying them, but I cannot, and I will not, I do not want to, because I do not have such nice experiences with churches in common. Secondly, I am not exactly a Christian. That is why I started the Anti-Psychiatric Initiative. I was never raised within a religion. I am raised in a political family. Lawyers all need a wake-up call to do something about the existing situation. Those with interest, I ask explicitly to join my organization. Extra study needs to be done, and a big investigation needs to be started. That costs money. And because I am an experienced expert in violent situations and got caught after that in the traps of psychiatry, I got myself into the situation where I cannot make use of a regular bank account. I got robbed on the threat of a gun. Perpetrator Ruud de Groot. The robbed amount I have to pay back. Nothing is resigned. You are not a victim just once, but twice in the Netherlands. The consequence is that it is only possible to deposit money by bank transfer into my Skrill account or to my PayPal account. With this, I can pay off my debts, and more important, I can pay for study costs and pay for the costs of a big investigation. It is possible to speak to me, if you please. With exceptions, of course, I will be present on psychicbitwine.com. There you can search for me under the name of Skilla, or you can go directly to https://psychic.bitwine.com/psychics/409644/Skilla. On that site, you can start a chat session. The first 3 minutes are absolutely for free, but you can also deposit a gift by bank transfer. You deposit it to Skrill Limited, ING Bank Amsterdam, Netherlands, Financial Plaza, Bijlmer Dreef, 109. Let me see, that's 1102
BW Amsterdam, IBAN number NL71INGB 00090701 82, big or swift number INGBNL2AXXX, citing customer ID 258-34306. Or you deposit a gift by PayPal. Go to https://www.paypal.me/MarisAiTernam. You can see all the details on the screen. Alle details zijn op het scherm te zien. Ook het websiteadres https://antipsychiatrischinitiatief.wordpress.com. Ik draai even wat muziek, zodat u de gegevens over kunt schrijven. I would also like to point at the website address https://anti-psychiatrisch-initiatief, that's written in Dutch, so pay attention, and on .wordpress.com. And I will now play some music so you can write down all the data that you see on the screen right now. Thank you for your attention. I see dead people. Hokri! Zet mijn middelvinger op voor die kutagent. Ben je zonder die kleren ook een echte vent? Je was zeker weggerend als je geen agent was. Vroeger was je zeker de supernerd van de klas. Vijf uit mijn buurt, jij blauwe flikker. Vraag niks aan mij, ik ben geen verklikker. Wat ik niet heb gedaan, deed ik niet met anderen. Aan mijn verklaring kan jij niks veranderen. Je maakt me niet bang om me vast te zetten. Binnen drie dagen weg, want ik in de witte. Maar korte metten, wie mij verraadt. Maar die mannen in de blauw, dat is wat ik haat. Zwaai licht aan rood, licht en blauw. Arrestatieteam komt voor jou. Je weet elk moment kunnen ze komen. Nachtmerries over die blauwe demonen. Zwaai licht aan rood, licht en blauw. Arrestatieteam komt voor jou. Je weet elk moment kunnen ze komen. Nachtmerries over die blauwe demonen. Bij de luchtproeftijd zit ik heb een strafblad. Nu ben ik gestemd als een net een straatraad. Kom in de stad, voel me fucked up. Junior agent, kijk in de stoer op. Weet waar je aan begint met je mieterige kop. Waar ben je van plan als ik kom met mijn klok? Pis op je kop, ik heb geen genade. Liefst pop ik jou nu weg van de aarde. Jullie zijn voor mij dead people. Kom maar aan vakken in het lico. Wegrotten tot op het bord. Elke keer als ik jullie zie, denk ik zo verrot. Mannen, 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 mannen in de blauw. Stoot toe, komt voor jou. Hai, 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 oh drie. Mannen, 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 mannen in de blauw. Stoot toe, komt voor jou. Kom eens aan mij, want ik heb een kleur gezeur van die kutregisseur. Wat die andere jongens het hebben gedaan. Waarom moeten jullie bij mij komen staan? Drie keer voor jaren praat ik in de auto stap. Ik kan naar bezitten hand, boeien zitten strak. Geen grap, zeker geen lekker gevoel. Als ik vrij kom, ga ik weer richting mijn doel. Wat ik bedoel, collecteren en spenderen. Van elke paterval zal ik moeten leren. Harder proberen en gewoon doen. Want de politie zit in de weg van mijn boel. Hokri, hokri, ai, ai. Hokri, ai, ai. Zwaai licht aan rood, licht en blauw. Arrestatieteam komt voor jou. Je weet elk moment kunnen ze komen. Nachtmerries over die blauwe demonen. Zwaai licht aan rood, licht en blauw. Arrestatieteam komt voor jou. Je weet elk moment kunnen ze komen. Nachtmerries over die blauwe demonen.